Jan Zoutman, 2-3 winnen bij Spakenburg. Dat is een heerlijk debuut als trainer van IJsselmeervogels in de derby. Ja, dat kan een stuk slechter. We hebben denk ik geen hele goede wedstrijd gespeeld, hoewel we de eerste helft wel volledig onder controle hadden. Maar het is natuurlijk hartstikke lekker om te winnen. De laatste uitslagen waren niet zo heel erg positief in de derby. En ook met het oog op de race zeg maar, om de titel was natuurlijk een hele prettige uitslag vandaag. Klopt, ja. Kijk, als je de eerste helft ziet, ja, we spelen gewoon fantastisch voetbal. We spelen en met inzet, alle ballen wonnen we, tweede ballen. Ja, dan ga je 3-0 de rust in. Ja, dan denk je, ja, we weten dat ze moeten komen dan. Ja. En dan krijgen ze ja, wel een makkelijke penalty mee, vind ik. Ja, en dan zien ze de druk en dan scoren ze er nog een. Ja. En dan maak je het alleen maar zelf voor jezelf lastig. En dat had niet gehoeven als je misschien de 4-0 erin had geschoten. Ja. Maar over de wedstrijd gezien ben ik wel blij dat we nu gewonnen hebben. Want vorig jaar stond ik ook voor de kamer, maar toen hadden we verloren. En nu sta ik wel iets prettiger erbij. Heb je je zorgen gemaakt over dat het misschien toch gelijkspel zou worden? Bij 3-2 is alles mogelijk. Eén bal hoeft me goed te vallen. En ik bedoel, ze hebben daar de spelers voor. En ja, gelukkig is het zo gebleven. Dus, ja. Kevin Winter, ben je opgelucht dat je op deze manier je laatste derby kan afsluiten? Ja, tuurlijk. Kijk, het is altijd leuk als je een derby wint. En ja, het is mijn laatste. En dan ben ik wel blij dat ik, ik denk wel in de plus sta wat betreft derbies. En dat ik deze nog even gewonnen heb, ja. Wat maakt het verschil vandaag? Ja, ik denk toch het voetballende vermogen van ons de eerste helft. Hè, waar we eigenlijk de 1-0 in de schoot geworpen krijgen. Maar waarna we echt die wedstrijd hebben gecontroleerd, genoeg kansen hebben uitgespeeld. Onze spitsen waren heel dreigend de eerste helft. Jeffrey in de diepte, Kong met zijn balvastheid. En dan, de 3-0 voorsprong is natuurlijk weelde als je de rust in gaat. Er zit ook een gevaar in, hè, dat hebben we ook kunnen zien. Dat je misschien onbewust toch ietsje te makkelijk denkt. Ik vond dat we na rust nog niet eens zo slecht begonnen. Want uiteindelijk krijgen wij de eerste 1-op-1 kans, Kong, die dan gestopt wordt. Ja, na de 1-3 uit een spelervatting hebben we toch nog even lastig gehad en vergaten we even te voetballen. Ja, ja. Omdat wij voetballen beter zijn. Toen speelden wij voetbal en ja, dan zijn wij beter dan Spakenburg. En de tweede helft vergaten we dat een beetje. En denk, als we de eerste helft of tweede helft hetzelfde gedaan hadden als de eerste helft, dan hadden we het onszelf veel makkelijker kunnen maken. Maar we gingen een beetje mee in de strijd en op een gegeven moment trokken we pootjes een beetje terug. En ja, dan weet je dat ze gaan komen. En, maar ja, wat ik zeg, de laatste 10 minuten, kwartier niet meer een probleem geweest. En ik denk dat we wel verdiend de derby gewonnen hebben. Ja, de inzet. Als je ziet hoe wij de wedstrijd starten. En de Spakenburg doet eigenlijk bijna niks. Ja, 1 kansje hebben ze voor mij gehad. Ja, dan hebben wij gewoon goed gespeeld. Als je terugdenkt naar deze wedstrijd, wat waren de momenten die beslissend waren? Ik denk de 4-0 van Kwong. Die had moeten maken, dan is het klaar. Dan loop je er werkelijk overheen, denk ik. Dan vangen we de nog meer goals. En daarna ja, de 3-1 die kort daarop valt. En dan weet je dat zij zijn fysiek sterker dan wij. En ja, zij hebben een hoop power. En dan weet je dat ze nog last gaan krijgen. En 3-2 viel ook vrij snel daarna. En dan weet je dat ze gaan komen, risico's nemen. Die hersen gaat naar voren. En ja, toen was het op zich nog wel even billen knijpen. Maar de laatste 10 minuten hadden we de controle terug. En hadden we ook zelf nog kunnen scoren met Pater. En als we het iets beter uitspelen, hadden we nog kansen gehad. Maar ja, ik denk de laatste 10 minuten hadden we controle weer en toen zijn we ja, niet meer in problemen geweest. Spakenburg zei de bekritiseerde scheidsrechter een beetje. Wat is jouw visie erop? Nou ja, ik bedoel, het is bijna nooit goed natuurlijk. Ik bedoel, dan moeten ze maar een professional aanstellen. Maar ja, ik vond gewoon, ja, ik heb gewoon gefloten. Ja, een paar keer voor ons, een paar keer voor Spakenburg. En ik bedoel, je bent nooit tevreden natuurlijk met de scheids. Dus, maar ja, wat kan je ervan zeggen? Ik bedoel, die man probeert ook gewoon zijn best te doen. Je gaf het al aan, gevaar dreigt als op het moment dat je 3-0 voor staat bij rust. Wat zeg je dan als trainer om de boel scherp te houden? Nou ja, dat je eigenlijk gewoon, er is eigenlijk maar één ding wat telt en dat is je taken uitvoeren. En je moet niet te veel op de stand letten. Natuurlijk neem je de stand wel mee in je keuzes, maar het gaat uiteindelijk om de taak. En ik vond ook dat we de eerste fase na rust dat best redelijk deden. Maar ja, door die 1-3, het begon natuurlijk al met een overtreding, vrije trap op de lat. Toen kreeg Spakenburg even wat meer energie en wat meer spirit. En uiteindelijk valt in die fase ook de 1-3. Ja, dan weet je dat het nog geen gelopen koers is. En als dan de 2-3 valt, dan moet je toch nog even op je tellen passen. Gelukkig pakten we daarna de draad weer goed op. Slotfase hebben wij denk ik het meeste balbezit gehad. Hebben wij ook de beste kansen gehad. Vergeet je alleen de 4e te maken, waardoor het toch nog even spannend blijft. Heeft Wilson je opgevist uit de achterzak van Jeroen Hessing of niet? Ik denk het niet. Ik heb 2 keer gescoord, dus volgens mij niet. Nee, voeten hebben gesproken? Mijn voeten hebben zeker gesproken. Okay, dankjewel. Dat is goed, dankjewel. En hoe gaat je derby afterfeest eruit zien? Heel mooi. Nee, we gaan net nu naar de rode kant en daar gaan we een mooi feestje van maken. Dat moeten we nog inhalen van vorige keer, denk ik. Ja.
Maar al met al neem je een heel goed gevoel mee naar Spartanijk, denk ik. Ja, absoluut. Dit was natuurlijk een hele zware wedstrijd. En als je die winnend afsluit, dan is dat heel prettig. En dat zorgt alleen voor nog maar meer zelfvertrouwen en meer rust. Dus dat is prima. Vanavond feestje vieren? Ja, dat zit er wel in. We gaan wel eventjes genieten van de festiviteiten. En ik heb er zin in. Ik ben benieuwd. Dankjewel. Ga ervan genieten.